ben de eerste jaarskloon aan het rooien. Vorig jaar gezaaid, 2 jaar terug gekruist. Vorig jaar heb ik al flink geselecteerd op Vitoftera. En nu heb ik nog zo'n 20 tot 50 klonen per kruising. En nu moet ik de goede eruit pikken. Hoe betrouwbaar is het om op één plant te selecteren? In het materiaal van BioImpuls zit een populatie die ik extra aandacht moet geven. Dus heb ik hier vorig jaar van iedere plant 2 knollen aangehouden. De opbrengst van deze 2 planten liggen hier boven elkaar. En zoals je kan zien, komen ze goed overeen. Een hele geruststelling. Hierna zal ik laten zien hoe ik aan het selecteren ben. Dit allemaal in 1 populatie. Er zitten grote verschillen tussen de populaties. Deze heeft 3 stengels. Een beetje krap. Mooi nestje aardappels, maar omdat er niet meer loof op zat, krijgt hij ze waarschijnlijk niet dik. Normaal gesproken haal ik eerst de slechte types er al uit, maar omdat het zo nat was, heb ik ze afgeknipt. Het is zo'n plant waar ik een poos terug al afscheid van genomen heb. Deze heeft maar 2 stengels, een beetje wild onder de grond met al die lange stolonen. Erg laat, ook geen opbrengst onder, kan ook weer weg. Deze heeft een mooi aantal stengels, mooi vroeg, redelijk vroeg looftype, ziet er wel veelbelovend uit. Nou, nog hopen dat er wat onder zit. Een mooi type. Vier, zes, acht, tien, twaalf. 14 knollen. Dus die ga ik bewaren. Die gaan we volgend jaar nog eens proberen. Het is weer laat en wild. Het zit heel vast aan het loof. Geen opbrengst, gewoon weg. Dit wordt hem ook niet. Geen opbrengst. Weer een hele late. Heel erg wild onder de grond. Daarop zit er vast aan het loof. Krijgt een beetje van die paarsige koppen van wildigheid.
plat. Had eigenlijk iets meer moeten hebben. Een ruw. Deze al helemaal afgestorven. Zal het niet veel wezen. Lijkt er beter op, mooi vruchttype. Zit er mooi onder, schudt de zomer af. Had ze, wat loof betreft, iets dikker moeten hebben eigenlijk. Maar ik waag het er toch maar een keer op. Die staat weer een hele late. Nou, je ziet het wel. Niet van het loof af te krijgen. Deze heeft maar twee stengels. En maar twee aardappelen zo te zien. Een groeischeur erin. Erg vast aan het loof. Vrij wild uit, maar er zit toch wel aardappels onder. We gaan er ook nog wel af. Erg laat. Vorm is slecht. En schurft. Moet ook maar weg. Drie stengels, flink loof. Meer zit er niet onder. Hele diepe ogen. Een ruw. Maar er zit wel een hartje in. Dit ziet er wel veelbelovend uit. Oh, mooi rustig loof. Het is niet helemaal af, maar die ga ik toch eens even bewaren. Ook wat ruw. De vorm is ook nog niet optimaal. Deze kruising had ik er 80 van. Dus 80 broertjes en zusjes. Vorig jaar 1 vader, 1 moeder. Vorig jaar heb ik al flink geselecteerd om de vatbare voor Phytophthora uit te halen. Nou, wat heb ik nu nog over? Eén. Twee.
3, 4, 5, 6. Bedankt voor het kijken.